Als je eenmaal rechten wilt studeren, dan moet je toch wel een bepaald rechtvaardigheidsgevoel hebben. Hoi. Wat studeer je eigenlijk als je rechtsgeleerdheid studeert? In eerste instantie bezig met de doorwerking van het recht in de maatschappij. Je leert eigenlijk naar de wereld te kijken op een soort van andere juridische manier. Dus eigenlijk probeer je een maatschappelijke casus via het recht op te lossen. Waarom heb je voor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht gekozen? Omdat het programma in Utrecht het beste aansloot bij mijn wensen. Ik ken ook een aantal ouderejaarsstudenten die hier waren afgestudeerd en die hier heel positief over waren. Utrecht scoorde ik hoog op lijstjes qua kwaliteit van onderwijs. Best wel goed begeleid in de eerste twee jaar en dan in het derde jaar kan je dan zelf meer keuzes maken. Wat is er anders of moeilijker binnen de studie dan je had verwacht? Goed plannen vond ik lastig. Zeker onderschat hoeveel uren zelfstudie er nodig zijn. Er wordt veel zelfstandigheid van je verwacht. Waar ik me een beetje op had verkeken is dat ook het lezen zelf lastiger is qua taalgebruik. Hoe vul jij je vrije ruimte in of hoe zou je deze willen invullen? Ik heb mijn vrije ruimte gebruikt om een MINO te volgen, recht innovatie technologie. Ik overweeg nog op exchange te gaan. Ik denk dat ik wel graag de minor criminologie wil doen. Door een uitwisseling naar bijvoorbeeld Engeland of Schotland. Door een stage te vervullen. Dit zou ik graag in het buitenland willen doen. Is je beeld over rechten veranderd door de studie? Iets minder sexy en spannend dan ik in films en series zie. Het is een hele talige studie ook. Ik dacht voordat ik aan de studie begon dat het heel erg ging over regeltjes. Wat mag wel, wat mag niet. In het begin dacht ik dat het een hele saaie studie was met heel veel lappe tekst die je moest verwerken. Ik ben er wel achter gekomen dat ook de inhoud echt een stuk complexer is dan dat je denkt. Wat zeg je als een vriend in jouw bijzijn iets vergeet te scannen bij de supermarkt zelf scankassa? Oeh, dat ga ik eerst zo doen denk ik. Natuurlijk niet acceptabel om daar niet wat over te zeggen. Mensen die geen recht studeren zien natuurlijk minder snel de consequenties daarvan in. Hoe vind jij het leven als student? Erg leuk, vooral erg druk. Ik vind het een heel leuk leven. Het is best wel relaxed. Heel veel verschillende studieverenigingen, een studentenvereniging waarvan je lid kan zijn. Utrecht als studentenstad is super gezellig. Weet je al welk beroep je voor ogen hebt? Of weet je al welk kant je op wil gaan met de studie? Ik heb wel een beetje een richting voor ogen, namelijk bestuursrecht. Ik denk dat ik het Europese recht heel erg leuk vind, maar ik vind het aansprakelijkheidsrecht ook heel erg leuk. Ik vind strafrecht heel erg leuk. Ik vind tot nu toe de strafrechtvakken het meest interessant.